Kijk, dat zijn nog eens finales. Je kan dus heel goed maken in die laatste bocht, hebben we gezien. En we gaan kijken of dat ook bij de boys van 14 jaar gaat gebeuren. We kijken naar de man uit Putten, Jacob Pater. We gaan naar SC Unitas, Sander Mannetje Schuring. We gaan naar SC Unitas, Leon Kiers. We gaan naar Nijkerk, Kiero Groot. We gaan naar de Woepers, Jeroen van der Wiel. Nuland is hier met Koen Dollevoet. SC Unitas nummer 3, Mirko Bakker. En de man waaruit uit Derenspaat komt uit Hengelo, Max Wormgoor. Finale boys 14 jaar. De beste start lijkt van Mirko Bakker en we zien Wormgoor in de problemen. Maar kijk die versnelling. Kijk de versnelling van Max Wormgoor. Laat hem staan in de eerste bocht. Het wordt daar de verrassing aan de buitenkant. We gaan naar Nijkerk. Nijkerk op plaats nummer 1. Kiero Groot. En daar zal niemand voor getekend hebben vanochtend. Dat wordt volgens mij de eerste titel die deze man binnen kan halen. We zien Mirko Bakker. We zien Sander Schuring. We zien daar Max Wormgoor nog. Maar hij is los hoor. Hij heeft 1-2 metertjes vrij. En dit is zijn thuisbaan. Hier komt volgens mij de derde of vierde titel aan voor Nijkerk. Maar die laatste bocht. De laatste bocht komt er nog een aantal van Mirko Bakker. Mirko Bakker zet de foto, vier is maar klaar. Zet de foto, vier is maar klaar. Kampioen, ja, dat ga ik ook niet voorspellen. Of Mirko Bakker of Kiero Groot.